tweedejaarsstudent economie. Vandaag gaat het niet om ons, maar het gaat eigenlijk om jullie. We hebben daar een publieksmicrofoon staan. Daarmee kunnen jullie eigenlijk ook ingrijpen in dit debat. Stel daar je vraag. We hebben hier ook een Twitter-wall staan. Je kan tegenwoordig allemaal heel hype twitteren. Hashtag room for discussion. En het gaat natuurlijk om onze gast. Demissionair minister van Financiën. Vandaag hier aanwezig. Het is allemaal heel spannend, hè? Spanje, 5 voor 12. De banken staan om omvallen, maar zijn ze too big to fail? Dat is eigenlijk de vraag. Pleisters plakken schijnt niet meer te helpen, dus we zijn toe aan een Europese hartoperatie. Ik vraag jullie eigenlijk om een hartelijk applaus voor Jan-Kees de Jager. Ja, meneer de Jager. Nogmaals welkom. Nou, u bent veelvuldig in het nieuws de laatste tijd, vanwege de eurocrisis, maar ook voornamelijk als grote genius achter het lenteakkoord. Het is u gelukt in 2 dagen wat Mark Rutte en Maxime Verhagen in 7 weken niet lukt, een akkoord tot stand brengen voor Brussel. En hoe kijkt u er eigenlijk op terug? Bent u trots op deze prestatie? Nou, trots, ik zou zeggen, het was heel erg belangrijk. Het was, ik vond het ook een verantwoordelijkheid van de minister van Financiën dat als de begroting 2013 in het 100 dreigt te lopen, omdat ja, een kabinet valt, dan is het heel moeilijk om een begroting op te stellen. En al helemaal een begroting waarin er een historisch bedrag bezuinigd moet worden. Want het bedrag wat bezuinigd nu wordt en bespaard wordt op de begroting is zo'n 12,5 miljard euro. Dat hebben we in 1 jaar tijd nog nooit in de geschiedenis zo'n groot bedrag moeten besparen. Laat staan in 2 dagen. Laat staan in 2 dagen en laat staan in een demissionaire periode en in een moeilijke, hele moeilijke politieke periode in de geschiedenis eigenlijk, in de parlementaire geschiedenis. Want het is een lastige periode. U bent hier een keer eerder geweest al. En toen heeft u eigenlijk gezegd dat u zich meer een ondernemer voelde. En de politici, dat waren de anderen in uw idee. Profileert zich dus als apolitiek. Maar bent u niet juist een raspoliticus als u in 2 dagen de oppositie weet te verleiden? Nou, ik denk dat een ondernemer die pakt de kansen. En de drie oppositiepartijen, namelijk GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, die gaven eigenlijk een opening. En dan moet je als ondernemer ook die kans pakken. Dus ik heb VVD en CDA weten te overtuigen om daar ook mee te doen. En met z'n vijven dus met het kabinet samen een akkoord te sluiten. Dat was op zich niet makkelijk, maar de druk was groot. We wisten dat het belangrijk was voor Nederland. We zagen de rente die week enorm oplopen na het klappen op het katshuis. De rente die Nederland moet betalen. Dat kost heel veel extra geld. Hè, 50 basispunten, dat is 0,5% rente. Maar de druk was hoog inderdaad. Het komt door de 3% waar u vorig jaar zelf hard voor heeft geroepen. Die strenge bezuinigingsmaatregelen vanuit Brussel. Maar hoe heet het? We hadden een paar dagen terug bij Barbara Baarsma te gast, hoogleraar economie. En zij zei het volgende over de 3%. Als politicus ben ik voor, als econoom ben ik echt tegen. Nou, u zit voor ons, politicus en econoom. Hoe kijkt u tegen die 3% aan? Ja, ik ben als econoom juist heel erg voor. Waarom? Ik begrijp wel dat je, zeker als je als economen zijn we vaak een klein beetje besmet. Natuurlijk, dat begon al op het VWO, hè, met economie 1, met Keynesiaanse economie. Alleen, ook als econoom weet ik dat dat in tijden dat het vertrouwen, en vertrouwen is op dit moment alles, hè, dat zie je op de financiële markten, dat zie je bij de banken, maar dat zie je ook in overheden. Dat vertrouwen is op dit moment key. En als het vertrouwen dreigt te worden geschonden of weg te vallen bij landen, dan maakt eigenlijk de negatieve bestedingseffecten van bezuinigen ook niet meer zoveel uit. Maar toch zijn er een hoop economen die zeggen, hey, dit gaat niet goed, we moeten nu niet bezuinigen, we moeten juist groeien. Ja, maar die hopen dan dat je de markten ook zonder bezuinigingen kan overtuigen, dat je later alsnog heel hard gaat bezuinigen. De manana-politiek. En de financiële markten geloven niet meer in die manana-politiek. Die geloven niet meer dat een zij geloven meer nu in bezuinigen dan nu in groeien. Ze willen nu zien dat je bereid bent om maatregelen te nemen. Niemand in de wereld, zelfs politici niet meer, en ook overigens steeds meer economen hoor, die geloven nog in het feit dat een overheid zegt, oké, nu even niet bezuinigen, maar dat doen we dan wel over 3 jaar of over 5 jaar. Dan gaan we alsnog heel erg hard ingrijpen. Goed. Dat is niet overtuigend. Maar die bezuinigingen, 3%, die moesten er komen. U had eigenlijk op het moment dat die katshuisonderhandeling klapte nog 5 dagen. Had u eigenlijk al een backup plan paraat liggen? Ja, ik ben op zaterdag toen ik was toen bij het IMF in Washington.
En toen bij de ochtendsessie, de ontbijtsessie, het was 6 uur hier later zat in Nederland. Timothy Geithner? Ik zat naast Tim Geithner, de Amerikaanse minister van Financiën. En ik moest net een verhaal houden. Nou, ik heb het gewoon nog gehouden. Daarna ging hij een verhaal houden. Ik vond het wel netjes om dan niet op te stappen, want dat is een beetje raar. Hij had me nou ook naar mij geluisterd. Dus ik dacht, ik zit even deze ontbijtsessie. Het was daar 8 uur 's ochtends in Washington. Ik zit hier even netjes uit en daarna laat ik me vervangen. Ik ben toen gelijk naar het kantoor gegaan van onze bewindvoerder, Nederlandse bewindvoerder. Bent u daar begonnen met het uitwerken van het plan? Nou ja, toen heb ik gebeld met mijn mensen en ik heb gezegd, ik wil nu een pakket hebben, een soort minimumpakket, een soort terugvaloptie, wat we als kabinet desnoods zelf als kabinet kunnen indienen, ook naar Europa toe, en wat we kunnen hebben richting de begroting alleen voor 2013, dat is meer gericht op 2013, en dat we voldoen aan de 3%-norm en ja, meer dan ook niet. Dus de hervorming, de grote hervorming, kon ik daar dan... Maar eerder dan toen die onderhandelingen klapte, bent u niet begonnen met een backup plan. Niet na 3 weken, toen het even spannend werd, gaat het allemaal wel of niet gebeuren? Nou, laat ik het zo zeggen, een goede minister van Financiën heeft altijd een backup plan in zijn binnenzak. Dus uw ambtenaren zijn ook als je hoopt dat het nog lukt. Maar liepen toen al de contacten ook al met Kunduz Partners? Als u toen ook al dacht over backup plan? Nee, niet met deze combinatie. Ik ben toen dus zaterdag teruggevlogen naar Nederland. Zondagochtend aangekomen. Ik ben zondag naar het ministerie geweest. Daar zaten alle topambtenaren en ook de mensen die echt het werk moeten doen van het ministerie van Financiën. Zaten daar in een grote zaal, zou ik maar zeggen, voor mij om dat te gaan bespreken. En toen hebben we gezegd van, nou ja, we gaan nu maatregelen uitwerken en dan gaan we proberen daar een meerderheid voor te vinden. Toen is in de ministerraad, op maandagochtend, is in de ministerraad afgesproken dat ik een ronde ging doen, een soort begrotingsinformateur-achtige functie, langs alle partijen, alle 11 fracties in de Tweede Kamer, tot en met het lid Brinkman aan toe in, en dan ook op bezoek gaan, niet op het ministerie uitnodigen. Of nou, dat de PvdA er niet bij was, stellen we niet meer ter discussie, hoor. Dus, nee, nou, maar daar ben ik meerdere keren geweest bij de Partij van de Arbeid, zowel op de woensdag als op de donderdag. En ja, uiteindelijk is dat dus niet gelukt. In zijn huidige vorm is het tot stand gekomen. Ja, in zijn huidige vorm. En op dat moment dat het tot stand kwam, was er eigenlijk een soort euforie. Niet alleen bij de politiek, maar ook in Nederland, van dat we eindelijk een akkoord hadden. En vanaf toen leek het ons een beetje af te brokkelen. Want zodra er eigenlijk details bekend werden, leek het een not in my backyard probleem te worden. De Nederlander leek eigenlijk niet meer bereid om zelf getroffen te worden. Maar dat we als land getroffen zouden worden, dat was wel duidelijk. Ja, Nederland is een solide land. Ook de burgers, eigenlijk de mensen gewoon. Dus die waren blij dat er zo'n akkoord lag. Die waren blij dat we niet zouden afzakken naar de periferie in Europa. Dat we echt tot de kernlanden bleven behoren. Men begreep ook dat ons geld ging opleveren op de financiële markten. Maar ja, de pijn die je dan zelf voelt in de maatregelen, en die gaan ons allemaal raken. Ja. Niemand wordt gespaard. Die is natuurlijk niet leuk. En daar zijn mensen ook niet blij mee. Dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk. Maar de hoera-stemming sloeg snel om. Niet alleen bij het volk, zeg maar, de Nederlanders, maar ook vooral bij de Kunduz Partners. Ik bedoel, menig partij heeft al afstand genomen van de maatregelen die u wilt nemen. Menig maatregel wordt over de verkiezingen heen getild. Zoals de forensentax en de plannen rondom de hypotheekrenteaftrek. Maar wat vindt u ervan dat iedereen eigenlijk al zo openlijk afstand lijkt te nemen van iets waar ze eerst heel trots op waren? Nou, er wordt niks over de verkiezingen heen geteld, allereerst. Want dat is een misverstand. Sommige zaken die zijn vrij complex. Hè. 2 dagen onderhandelen is natuurlijk al verschrikkelijk snel. Dan hebben we sommige wetgeving ook al binnen 1 of 2 weken weten te realiseren. Maar we hebben al bij het akkoord zelf hebben we aangekondigd, toen op dat moment al, dat een aantal maatregelen, zoals het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek en op aflossingshypotheken, als mede bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de flexibilisering van het ontslagrecht, dat moest ook allemaal worden uitgewerkt. Dat zou op Prinsjesdag meelopen. Maar die forensentax, 4 van de 5 partijen, laat maar vallen. Ja, de maatregel van de onbelaste reiskostenvergoeding, dacht men dat het nog wel net als een btw-verhoging, wat overigens een veel groter bedrag is, die btw-verhoging, dat het mee zou kunnen lopen. Maar toch zijn er heel veel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als iemand ambulant is, wanneer is het dan woon-werkverkeer? Iemand die... Dus we gaan nu even de details invullen. Ja, bijvoorbeeld en iemand tot die in de tijd laten die 4 partijen. Wanneer is dat nou? Ja, precies. Ja. Maar de grote maatregelen, grote bedragen aan de fiscale kant zitten bijvoorbeeld in de BTW
en in de vergroening. En die maatregelen, die worden nu allemaal, die worden nu al in wetgeving voor het zomerreces genomen. Maar je heeft niet voor niets voor de forensentaks gekozen, want het is een vrij grote lastenverzwaring. Brengt ook veel geld op, 1,3 miljard, op een zuiniging van... Ja, maar de BTW alleen al is 4 miljard euro ruim. Dus dat is veel groter bedrag. Maar het punt is, u heeft vorig jaar hard gestreden voor een eurocommissaris die veel macht moest hebben en ook landen zeg maar ter verantwoording moest roepen, mocht een overheidsbegroting er niet goed uitzien. En dan 1,3 miljard op 12 miljard is al een vrij groot gat is er ingeslagen dan. Nee, de afspraak is gewoon heel helder. Die maatregel die zal gewoon genomen moeten worden en gedragen worden door deze vijf partijen voor en na de verkiezingen. Totdat maar er een nieuw kabinet zit. Maar de partijen er nu al afstand van. Nee, ook na de verkiezingen moeten die partijen dit gewoon volgen. Want anders moet er een dekking komen voor dat bedrag. Kan geen gat worden, is niet acceptabel. U kunt Stef Blok daaraan houden, want hij heeft zich er vrij hard van... Ook die partij zal, ook na de verkiezingen, totdat er een nieuw kabinet is, voorstemmen voor deze maatregel. Dat zijn afspraken en als ze dat niet doen, dan hebben ze echt een probleem. Maar dat hebben ze ook nog niet gezegd. Ze hebben gezegd, in een verkiezingsprogramma, en dan mag iedere partij zelf kiezen. We leven in een democratie. We hebben geen wet van mede en persen voor 200 jaar, die je niet kan veranderen. In een democratie mag je ook zeggen, we gaan naar de verkiezingen toe. En als wij in een nieuw kabinet komen, gaan we proberen om een andere maatregel, net iets anders te doen. En dan dekken we dat op een andere manier. Dan zal men natuurlijk wel alternatieve dekking moeten hebben. Okay. Nou, het akkoord is er uiteindelijk. Het moest er zo snel komen, omdat er een beoordeling moest komen vanuit Brussel door Olly Rehn. Dat rapport is vorige week gepubliceerd over Nederland. Wat vond u van zijn oordeel? Nou, ik was daarmee eens. Hij heeft vijf aanbevelingen gedaan. Vier op financieel terrein, één op het merenterrein van de minister van ELNI over innovatie en economische groei. Die vier aanbevelingen op mijn terrein vond ik terecht. We zien ook dat, en dat is voor het eerst, dat het lenteakkoord wat er nu is gesloten, op al die aanbevelingen ook maatregelen heeft. Terwijl bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar... krijgen we iedere keer al te horen van de Europese Commissie dat we wat moeten doen aan de renteaftrek van hypotheken. Of aan de huur, maar wanneer gaan we dat dan doen? Van de huurmarkt. Nou, dit jaar dus nog. We gaan dat ja, we gaan een heel klein stukje aanpassen. Nee, dat is ook een misstand. Van deze maatregel in de hypotheekrenteaftrek verdwijnt meer dan de helft, ongeveer de helft moet ik zeggen. Ongeveer de helft, meer dan 5 miljard euro, verdwijnt van de huidige beslag van de hypotheekrenteaftrek. Dus het is ongeveer de helft van de totale hypotheekrenteaftrek structureel verdwijnt. Dat is uit, waarom verdwijnt die volgens u? Omdat, volgens de rekenmeesters van het ministerie van Financiën... En u rekent ons even voor. Ik reken het even voor. Voortaan is een hypotheek nog maar alleen aftrekbaar als die in 30 jaar wordt afgelost. Geheel, naar nul wordt afgelost. Plus... Maar dat zijn de nieuwe hypotheken. Ja, maar alle hypotheken... In structureel zijn nieuwe hypotheken uiteindelijk natuurlijk. Dus bestaande lopen uit, want bestaande mogen maximaal 30 jaar lopen. Dus iemand die nu een hypotheek van 15 jaar heeft, heeft sowieso nog maar recht op. Of iemand die nu een hypotheek van 10 jaar heeft, zou ik maar zeggen. Na 2001, toen is een nieuwe maatregel ingegaan. Na 2001 zijn alle hypotheken nog maar voor 30 jaar geldig qua fiscale aftrekbaarheid. Dus die nieuwe hypotheken gaan nu snel komen. Maar Olly Rehn blijft dit volstrekt ontoereikend noemen in zijn akkoord. Nee, in zijn aanbeveling zegt hij van je moet dit gewoon aanpakken en geeft hij niet aan of het wel of niet wat we nu doen. Dat moeten we zien. Kijk, wat Olly Rehn de belangrijkste waarschuwing die heeft gegeven... Is, hij noemt het hypotheekvoorstel volstrekt ontoereikend. Nee, dat moet nog uitgewerkt worden. De belangrijkste, hij zegt dat moet uitgewerkt worden. Tot nu toe is het ontoereikend. Deze maatregel kan absoluut toereikend zijn. Maar we moeten natuurlijk nog ten eerste dat uitwerken. En hij heeft een waarschuwing afgegeven voor een nieuw kabinet. Want er komt een nieuw kabinet aan. Ja, die maatregelen die worden voorgesteld, die zijn van zeer hoge kwaliteit. Hè. Dat heeft hij gezegd, van het lenteakkoord heeft hij gezegd. Letterlijk van zeer hoge kwaliteit. Dat heeft hij over het lenteakkoord gezegd. Maar ja, ze moeten wel worden gedragen, ook straks natuurlijk, niet teruggedraaid worden door een nieuw kabinet. Zoals in Frankrijk nu is gebeurd met meneer Hollande. Die draait bijvoorbeeld de pensioenverhoging, draait hij nu gewoon terug. Ja. Maar het blijkt dat u heel tevreden met zijn oordeel bent. U heeft vorige week in de pers een ruime voldoende genoemd, of een dikke voldoende zelfs. Alleen Bob gaf net al aan. Er werd gezegd dat het hypotheekvoorstel is volstrekt ontoereikend. Nee, dat is echt een misverstand. Dat staat niet in mijn aanbevelingen. Nogmaals, dat staat echt niet in de aanbevelingen. De aanbevelingen... We hebben toch echt een hele rapport. Maar er zit een analyse van economen, wat altijd jaarlijks wordt gemaakt. Dat is niet meer helemaal aangepast op het lenteakkoord. Maar je moet echt naar de aanbevelingen. Dat is het rapport. De aanbevelingen.
En het is nog nooit voorgekomen dat we voor alle aanbevelingen iets doen. Want de aanbevelingen in het verleden waren ook altijd de hypotheek aanpakken. Nou, dat gebeurde niet. Het scheefwonen aanpakken, dat is in 30 jaar tijd is dat eigenlijk helemaal niet gebeurd. Dat gebeurt niet ook eindelijk, hè, bij de huurders. Dus eindelijk ook de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, wordt nu echt hervormd. Het wordt versoepeld. Is heel lang in Nederland over gesproken. Dat zijn moeilijke hervormingen. 20 jaar lang was dat eigenlijk, werd er weinig gedaan. Stond altijd in de analyses van de commissie. En nu gebeurt het wel. Dus, dus hij heeft niet voor niks gezegd van zeer hoge kwaliteit. Je kunt niet een rapportcijfer geven van onvoldoende en zeggen het is van zeer hoge kwaliteit. Er stond er zeer hoge kwaliteit. Is van hoge kwaliteit? Dat heeft hij letterlijk gezegd meerdere malen. Ja, hij heeft over het lenteakkoord gezegd. Het is zijn maatregelen van een zeer hoge kwaliteit. Dan laten we die drie punten voor nu even rusten. Maar dan willen wij toch even verder. Want waar wij ons vooral over verbaasden afgelopen jaar was meer het feit dat u pas samen met de coalitie zo laat begon met bezuinigen. Er werd gewacht op de CPB-cijfers. En daarna werd eigenlijk pas gekeken hoe we allemaal zouden gaan bezuinigen. Waardoor we nog bijna in de clinch kwamen met die Olly Rehn. Dit voorjaar. In het begin maart begonnen met onderhandelen over bezuinigen. Eind april moest er zijn. Terwijl eigenlijk halverwege vorig jaar was al bekend dat Nederland in een recessie zat. De werkloosheid steeg, inkomsten van de overheid stokten. Waarom bent u halverwege vorig jaar niet begonnen met bezuinigen? Nou, vanaf februari, of eigenlijk vanaf de decemberraming. En met name vanaf februari bij de voorlopige cijfers. Toen werd het duidelijk dat je aanvullend moest bezuinigen. In Nederland hebben we kaders, hè, hebben we ook trendmatig begrotingsbeleid. Dat betekent, diezelfde Keynesiaanse economen waar u net aan refereerde, dat je niet als je een klein beetje naar beneden gaat, een procent van het totale van de totale economie, mag je tekort oplopen. Dus als je een procent verslechtert, dan mag dat gewoon. Dus je gaat niet ingrijpen als het een beetje. Maar in december zei de DNB eigenlijk al, 3,7% gaat dat tekort zijn in 2013. Ja, was het dan in december niet al aanleiding om daarmee te beginnen? Met het Centraal Planbureau moesten we op wachten, want dat is de onafhankelijke rekenmeester waar we dan op gaan maatregelen gaan nemen. Maar we hebben al vanaf toen zijn we gaan voorbereiden om de bezuinigingen in te zetten. Dus op de niveaus van het was op uw departement? Nee, eigenlijk meerdere ministeries. We hebben toen vier ministeries als het ware aan het werk gezet om samen te werken, om ambtelijke voorstellen te doen. Zodat als dan vanaf 1 maart die onderhandelingen zouden beginnen, er een heel pakket lag. Dat pakket is ook naar de Tweede Kamer opgestuurd aan een soort keuzemenu van maatregelen. Dus daar is al vanaf het hele jaar aan gewerkt. Maar datzelfde Centraal Planbureau waar je het net over had, was in september bezig inderdaad met die ramingen. En die zeiden oké, in een positief scenario hoeven we nog niet te bezuinigen, maar ze hielden ook rekening met een heel zwart scenario. Namelijk dat Nederland inderdaad negatieve groei zou krijgen zoals we nu hebben. En daarin zeiden ze ook, dan moeten we voornamelijk niet bezuinigen als dat scenario uitkomt. Dus waarom luistert u op de ene kant wel naar het CPB en nu dan weer toch niet? Nee, het Centraal Planbureau geeft geen adviezen of je wel of niet moet bezuinigen. Het Centraal Planbureau geeft onafhankelijke cijfers. En zij hebben in september, was er nog geen aanleiding inderdaad om extra te bezuinigen, dat klopt. En vanaf december begon je dat heel duidelijk te voelen. En toen zijn we ook begonnen om al op Haags niveau, vertrouwelijk, allerlei voorstellen voor te bereiden. Zodat op 1 maart, toen die onderhandelingen begonnen, we gelijk ook een heel pakket hadden. Maar in september kwam de miljoenennota met de toen al aangekondigde bezuiniging. En toen zei de Raad van State, dit is volstrekt ontoereikend. Rutte moet veel verder gaan doorpakken met de huidige economische omstandigheden. Zij hadden het blijkbaar wel zien aankomen toen al. En nu shopt u dus heel selectief. U zegt net, het planbureau zei absoluut niet extra bezuinigen. Nee, die zeiden we moeten niet bezuinigen als het zwartste scenario uitkomt van negatieve groei in 2012. Ja, het Centraal Planbureau zei inderdaad in september niet bezuinigen. De Raad van State zei wel bezuinigen. Uiteindelijk beslist de regering als het om bezuinigen gaat. En wij zijn gaan bezuinigen. We zijn dat ook vanaf december dus gaan voorbereiden. Want toen bleek echt in december dat we waarschijnlijk wel, dat wisten we nog niet zeker, maar waarschijnlijk door die signaalmarge zouden gaan heen zakken. En dan is het nodig om extra maatregelen te nemen. Maar was het niet ook handig om zo laat te beginnen, zodat de druk op de ketel heel hoog was voor de Partij van de Vrijheid? Want er moest opeens een akkoord komen. Dus was het ook niet politiek een handige zet van u? Nou kijk, weinig politieke partijen vinden bezuinigingen heel erg leuk. Heel weinig.
En al helemaal niet als het niet nodig is. Dus zij wilden natuurlijk wachten totdat het Centraal Planbureau, en we hebben dus wel voorbereid daarvoor al, mocht het, dus we hebben natuurlijk aan contingency planning gedaan, maar heel politieke partijen zeggen natuurlijk pas, we gaan pas onderhandelen op het moment dat het ook duidelijk is hoeveel we moeten bezuinigen. Maar daarvoor hadden we dus dat hele pakket al gemaakt aan mogelijke bezuinigingen, dat kost ook 2 maanden. En als we dat eerder hadden aangepakt, hadden we dan nu wellicht beter voorgestaan? Nee, want dan hadden we dezelfde maatregelen in hetzelfde tempo kunnen doen. Ja. Want het probleem zit hem ook niet in 2012. Kijken verder naar 2013, 2015. En met dit pakket, het lenteakkoord, kunnen we zelfs al maatregelen per 1 oktober in laten gaan. En andere per 1 januari en sommige al per 1 juli. Dus in principe zijn we nog op tijd genoeg. En een beetje druk helpt wel om uiteindelijk natuurlijk maatregelen te nemen. Maar als we per 1 januari 2012 hadden ingevoerd, dan had dat niet gescheeld. Nee, sterker nog, dan hadden dus heel veel economen gezegd. Dat is te vroeg, want het is nu nog niet nodig. En nu tempo je de economische groei. Ja, maar toen hadden we nog qua begrotingssaldo, gingen we nog niet door het oranje of rode signaal. Dus dan is het puur voor de EU geweest, die 3%? Nee, voor het vertrouwen in de financiële markten. En voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën. En daarom had je dat niet per 1 januari 2012 moeten doen. Want dan had je juist de economische groei nog een klein beetje getemperd op het moment dat je nog niet hoeft te bezuinigen. Maar eenmaal februari, maart 2012 werd duidelijk dat er een structureel gat bij kwam. Dat er in de toekomst een gat aankwam. Ja, dat er vanaf 2013 een structureel gat zat. Dus niet een tijdelijke conjuncturele dip. Maar dat er waarschijnlijk meer geld bezuinigd moet worden dan we eerder hadden. Dus in januari ging het allemaal zo slecht nog niet? 1 januari 2012 inderdaad nog niet. 2011 is een overal nog economische groei, gemiddeld economische groei geweest. We hebben vanaf de tweede helft 2011 een verslechtering gezien die zich in 2012 voortzet. En vanaf 2013 krijgen we weer economische groei. Dus wat dat betreft zou je ook zeggen, is het een ideaal moment om ook fors deze maatregelen te laten ingaan. Want er is een beetje economische groei in 2013. De economie krijgt natuurlijk altijd op korte termijn te maken met negatieve bestedingseffecten als je bezuinigt. Maar het kan wel. Het kan wel. Okay. Zullen we Nederland laten rusten? Ja, is goed. We gaan nu naar Europa. Ja, Spanje, u heeft net al gehoord, 5 voor 12. De Spaanse banken staan allemaal op omvallen. Miljarden zitten er in die banken. En ik geloof dat Nederland ook breed blootgesteld is aan de Spaanse banken. 50 miljard. Ja, 50 miljard in totaal, 45 miljard bij ING. Maar alleen het probleem is, de Spaanse overheid kan de banken niet redden. Hoe kijkt u naar de Spaanse situatie momenteel? Nou, uiteraard noem ik geen bedragen voor Nederlandse instellingen op Spanje. Maar de totale exposure, daar heb ik ook alle cijfers aan de Tweede Kamer laten zien, van Nederland op Spanje is heel groot. Spanje is sowieso een groot land, is een belangrijke handelspartner. En we hebben er ook veel financiële belangen. Dus we hebben er met z'n allen heel veel belang bij dat Spanje inderdaad overeind blijft. Maar wat gaat u eraan doen om Spanje overeind te houden? Nou, we hebben een noodfonds. We hebben een governance pakket, dus stabiliteits- en groeimaatregelen. We hebben maatregelen genomen voor de korte, net zoals Nederland dat ook doet, en de lange termijn, hervormingen, ook Nederland. Dus wij laten als Nederland ook heel duidelijk zien hoe je, als je uit een crisis wil komen, dat je maatregelen moet nemen, liever natuurlijk eerder. Nederland doet het al voorop. En wat voor maatregelen moet Spanje gaan nemen dan? Arbeidsmarkt hervormen. Ja. Dus begin ik even met economisch, dan de banken. Economisch, arbeidsmarkt hervormen. Heel erg fors. Ook de jeugdwerkloosheid is schrikbarend. Bijna 50%. Hoe zouden ze dat in Spanje kunnen veranderen? Nou, ze hebben dus nu allerlei verschillende regimes van arbeidsmarkten, flexibiliteit. En een vast contract is daar heel erg flexibel. Dus economisch veel beter, ook voor mensen zelf, om het ontslagrecht gewoon sterk te versoepelen. Dat je ook een vast contract sneller en tegen lagere kosten kan opzeggen. Dat is in Spanje nu veel te duur, waardoor werkgevers die jongeren niet een baan geven. En met name voor jongeren is dat heel erg nadelig, want de insiders, de bestaande werknemers, die zijn misschien, denken ze, gebaat bij een heel streng arbeidsregime, maar rechtregime. Maar voor jongeren is het sowieso heel slecht en eigenlijk voor iedereen op de langere termijn. Want als je dan eenmaal toch zonder baan zit, word je weer niet snel aangenomen. Ja. Dus dat is een hele grote economisch hervorming. Economisch gezien? En bij de banken? Bij de banken zal men, overigens zijn er nog veel meer economische maatregelen, maar dat is in ieder geval één grote. Bij de banken zullen ze echt moeten herkapitaliseren. Banken, althans de banken die dat nodig hebben. En hoe ziet dat voor u? Hoe kunnen ze geherkapitaliseerd worden op korte termijn?
door extra eigen vermogen erin te stoppen, is meestal het makkelijkste op de korte termijn. Ja, maar waar gaat het vermogen vandaan komen? Nou, dat moet Spanje zelf bekijken. Of ze kunnen het lenen bij het noodfonds. Het noodfonds is er niet voor niks. Spanje wil op dit moment, of heeft tot op dit moment geen aanvraag gedaan. Dat is natuurlijk aan Spanje. Maar Spanje kan gewoon aankloppen bij het noodfonds. Het noodfonds is heel groot. We hebben dat ingesteld. Er is nog niet door andere landen dan de drie programmalanden die er al vanaf het begin af aan in zaten, is er nog geen aanvraag gedaan. Ook niet door Spanje. Spanje kan een aanvraag doen, kan dan lenen en kan dan dat aan in de banken herkapitaliseren. Maar in Brussel gaan er verhalen dat Spanje inderdaad ze kan die aanvraag doen. De vraag is of het noodfonds überhaupt groot genoeg is. Maar het verhaal is ook dat Spanje dat die aanvraag... Dat is groot genoeg. Zij wil die aanvraag niet doen, omdat ze anders onder curatele komen. Dus hoe ziet hij dat voor zich? Nou, dat is toch echt iets waar Spanje doorheen zal moeten bijten. Want, kijk, die curatele... Die is wel gericht op het probleem. Dus bijvoorbeeld in het geval van Spanje zien we dat ze economisch, wat ik net al aangaf, dat doen ze waarschijnlijk al genoeg. Dus dat onder curatele zou dan een bevestiging zijn van wat ze op economisch gebied al aan het doen zijn. Hun probleem zit met name in die bankensector. En daar moeten aanvullende maatregelen worden vereist. Het toezicht moet aangescherpt worden en de banken moeten worden geherkapitaliseerd. Dus meer eigen vermogen in die banken. En er moeten misschien nog andere maatregelen genomen worden. Dat is een stukje conditionaliteit die op die banken dan wordt geplaatst vanuit Europa. Dat is nooit leuk. Het is een stukje vorm van curatele. Maar in het geval van Spanje is het wel een hele andere vorm van curatele dan in het geval van Griekenland, Ierland en Portugal. Dan gaat dat geld dus vanuit de EU naar de Spaanse overheid, naar de banken. Die banken kopen er dan weer assets voor om er beter voor te komen te staan. Wellicht Spaanse staatsobligaties. Maar die zijn op dit moment weer niet zoveel waard. Dus ondermijnen ze dan niet hun eigen beleid daardoor? Nou, ze moeten dus het eigen vermogen moet je natuurlijk heel degelijk dan beleggen om ook het vertrouwen op de financiële markten te hebben. Dus het is belangrijk dat dat eigen vermogen dan ook heel solide wordt belegd. En daar zijn ook regels van in Europa. We hebben ook gevraagd als Nederland en een aantal andere landen dat de ECB en ook een onafhankelijke partij mee gaat kijken in Spanje naar het bankenprobleem. Overigens zien we de afgelopen 20, 30 jaar dat zo'n beetje ieder bankenprobleem, iedere bankencrisis feitelijk een soort vastgoedcrisis is. Is ontstaan door een crisis in de vastgoedmarkt. Dat hebben we in Ierland gezien, dat hebben we in Amerika gezien in 2008, maar ook daarvoor in de savings- en loanscrisis hebben we dat gezien. En dat zien we ook in Spanje, dat het probleem in banken wordt veroorzaakt en zeker ook versterkt door problemen in de vastgoedwereld, waar men heel stevig als bank in zit. Dus daar zal men ook naar moeten kijken. Maar direct die banken kapitaliseren vanuit het ESM, daar gaat u niet mee instemmen? Nee, ik ben tegen het noodfonds direct voor rekening en risico van het noodfonds laten beleggen in Spaanse banken. Wat is het soort beleggen dan? Dat dan dus het eigen vermogen van banken wordt geherkapitaliseerd. Dat zou het allemaal wel wat makkelijker maken. Waarbij het, niet voor ons hoor, maar misschien voor Spanje, maar niet voor Nederland of Duitsland bijvoorbeeld. Want dan vraag je aan Nederlandse belastingbetalers om risico te lopen bij banken die wij niet kennen, waar wij ook geen invloed op het toezicht hebben. Ooit op hele lange termijn, als je eerst Europees bankentoezicht hebt geregeld, daar ben ik op zich voorstander van dat we dat echt een keer gaan doen. Maar als je dat zou doen, dan zou je kunnen kijken naar zogenaamde burden sharing. Dus het delen van risico's met elkaar. Zou voor Nederland ook gunstig kunnen uitpakken, want we hebben ook een grote financiële sector. Maar nu, voor rekening en risico van het noodfonds, zonder dat de Spaanse staat zelf daar het rekening of het risico draagt en de rekening betaalt, mocht het toch misgaan met die banken. Ja, dat vind ik een slecht plan. Maar voor u is een bankenunie bijvoorbeeld iets pas voor op de lange termijn? Dat wilt u niet één deze jaren gaan invoeren? Nee, precies. Een bankenunie, dit wordt heel veel onderverstaan. Wat is uw definitie van een bankenunie? Ja, precies. Daar wordt heel veel onder verstaan. Dat begint met de eerste stap. Strenger toezicht vanuit Europa, wat naast het nationale toezicht staat. Daar ben ik wel voorstander van, om dat in te voeren. Dan vervolgens dat Europese toezicht. Onafhankelijk moet onafhankelijk natuurlijk altijd zijn toezicht. Het Europese toezicht uiteindelijk, als het goed loopt, kan het nationale toezicht vervangen. Dat je voor grensoverschrijdende banken, grote systeembanken in Europa. En vervolgens een burden sharing model met een gedeeld deposito garantiestelsel.
en met een crisis- en resolutiemechanisme op Europees niveau. Dus je bent voor dat depositogarantiestelsel? Nee, nu dus nog niet. Nee, want we hebben die eerste stap nog geen eens gezet. Oké, dus als we die eerste stap invoeren, dan zou je eventueel... Eventueel. Ja. Eerst kijken of het lukt om dat goed te doen en of dat bewezen kan worden. En het is echt een lange termijn perspectief. 5 jaar? Nee, ik denk dat het geen eens in 5 jaar... Nee, dat kan niet in 5 jaar. Maar is dat niet het probleem dat we steeds met korte termijn oplossingen bezig zijn? U gaf net zelf al aan, u bent er vorig jaar ook geweest. En het ging toen ook over Griekenland, over Spanje. En er is eigenlijk heel weinig veranderd in een jaar. Waarom komt er niet een keer een echte oplossing? Het moddert nu al 2 jaar voort. En elke keer met geen lange termijnvisie. Jawel, we hebben in september vorig jaar een hele duidelijke lange termijnvisie neergelegd. Als kabinet, in een kabinetsbrief. We hebben toen gezegd, we moeten deze crisis langs 3 pijlers gaan bestrijden. Daar zit overigens ook dat lange termijn perspectief in van een vorm van Europees bankentoezicht met eventueel crisismechanismen en een soort burden sharing model op langere termijn. Ja. In dat dus op langere model, termijn bent u ook voor euro-obligaties of iets dergelijks? Nee, nou, laat ik eerst even voor hele lange termijn misschien, maar op de korte termijn ook niet. Want het is een perverse prikkel nu. Ik zal het even, het kost toch even tijd om het uit te kunnen leggen. De 3 pijlers waar wij hebben gezegd voor de korte en de lange termijn om de crisis te bestrijden, is allereerst 1 is de voorkomen, dat is voor de langere termijn, dat er weer zo'n crisis is, maar ook de financiële markt te laten zien dat wij nu ons huis op orde gaan brengen voor de langere termijn. Dat is het governance model. Het Stabiliteits- en Groeipact vertoonde grote gaten, grote hiaten. Dat was, had eigenlijk niet, zo niet goed was eigenlijk niet goed ingevoerd destijds voor de euro, moest verbeterd worden. Wij hebben die gaten gedicht met 6 wetsvoorstellen. De six-pack heet dat. Dat is geregeld. 2 maatregelen op nationaal niveau om te hervormen en te bezuinigen voor alle landen. Dat akkoord? In Nederland het Lenteakkoord, maar overal. En dat duurde in sommige landen te lang. Maar nu zie je ook in Italië en Spanje dat men fors aan het hervormen en het bezuinigen is. 3. En 3, een noodfonds. Maar dat is sluitstuk op de korte termijn. Als je die 2 dingen, de fundamentele dingen, hebt geregeld, dan kun je voor de korte termijn een noodfonds vergroten om landen daar te laten lenen. En een aantal andere lange termijn perspectieven hebben we ook benoemd, dat die bankenunie als het ware, althans als lange termijn wenkend perspectief, maar eerst dat Europese toezicht versterken. En eurobonds zou misschien in de verre toekomst ook ingevoerd kunnen worden, als alle landen hun schulden hebben teruggebracht. En, hoe gaan we die schulden dan terugbrengen? Want dat gaat jaren duren. Maar doe je iets over die eurobonds? Ja. Als je dat nu zou invoeren. Kijk, we hebben bij de invoering van de euro zijn er een soort economische eurobonds geweest. Want de markten die dachten dat de Griekse risico's ongeveer net zo groot was als de Duitse risico's. De rente van Griekenland lag bijna op hetzelfde niveau als Duitsland. Onze rente in Nederland ligt nu op een historisch laag. In 250 jaar is de rente niet zo laag geweest als op dit moment. Mogen gratis geld ophalen. Je zou kunnen zeggen gratis geld lenen. Dat zou in Griekenland een reden zijn geweest, dat is het ook geweest in 10 jaar tijd, om dan maar nog meer te gaan lenen. Oh, het is gratis geld, meer schuld maken. Voor mij is het alleen een reden juist om nog te zeggen, dit beleid wat we nu hebben gedaan met dat Lenteakkoord is goed, moeten we doorzetten. We moeten dus op die fundamentele weg verder. Maar in Zuid-Europa is het dus een prikkel geweest om er meer schuld te gaan maken als je die lage rentes invoert. Dus euro-obligaties werkt alleen als je zeker weet dat landen niet meer schulden kunnen maken. Dus voor die euro-obligaties moeten we eerst enigszins schuldenvrij zijn. Misschien is het wel 60%. Iedereen die deelneemt moet ruim onder de 60%. Maar dat gaat voor Griekenland en voor Spanje jaren duren. Ja. Moeten we dan niet schuld gaan afstrepen? Dat is in Griekenland gebeurd. De private schuld is daar voor 75% weggestreept. De door private partijen gehouden schuld in Griekenland is voor 75% weggestreept. Maar Griekenland zou anders richting iets van 170% schuld toegaan. In Spanje is de schuld nu op dit moment zo rond die 80%. Loopt wel op. Loopt snel op. Bood geen uitzicht. Maar is geen heel ander. Spanje heeft een veel lagere schuld. En een ander probleem. En Griekenland niet. Griekenland is dus privaat afgestempeld. U heeft er heel hard voor gestreden in Europa. Daar bent u ook trots op, neem ik aan, op die private sector involvement. Zeker. Dat gebeurd is. Maar de vraag is eigenlijk of het wel effectief is. Want uiteindelijk, weinig private partijen hadden nog maar Griekse schuldpapier in handen. Uiteindelijk zijn het voornamelijk de Griekse banken die er dan nog slechter voor zijn, waardoor Griekenland haar banken meer moet gaan bijsteunen. En het idee is dat het maar voor 15% schuldrelief heeft gegeven, die private sector involvement. Dus waarom gaat de overheid ook niet gewoon afstempelen op die schulden?
Er zijn een paar vragen in één. Ten eerste is 75% schuldreductie toch wel heel fors. Het gaat echt om een groot, ook om tientallen miljarden euro's die zijn weggestrijpt door de private sector. En het resterende deel is heel lang gemaakt, dus een lange schuld. Dus dat heeft toch een heel stuk debt relief gegeven, schuldverlichting voor Griekenland. Maar heel veel schuld was inderdaad ook al in de handen van overheden. En overheden hebben niet het gebruik om schuld kwijt te schelden. Ook niet voor een land wat in grote problemen is. Dat komt omdat wij ook in de toekomst willen kunnen blijven lenen aan elkaar. En daarom, over het algemeen, zeggen overheden tegen elkaar, ooit betalen we al die schuld terug. Zelfs de Sovjet-Unie had schuld bij Nederland, viel helemaal uit elkaar. En uiteindelijk heeft Rusland, een van de republieken die is overgebleven, alles afbetaald, ja, namens de hele Sovjet-Unie. Omdat ze willen niet uiteindelijk, dus het kan 20, 30 jaar later zijn, maar ze willen liever niet met zo'n resterende schuld zitten. Maar die schuld is dus wel een beetje aantrekkelijk eigenlijk, voor landen. Nee, want je krijgt heel weinig rente erop. Ja. Je krijgt over het algemeen, uiteindelijk, als er een land echt in grote problemen is, neem je genoegen met je eigen cost of funding. Dus onze financieringskosten die nu heel laag zijn op dit moment. Maar ook voor bedrijven is het eigenlijk vrij aantrekkelijk om schuld aan te houden, omdat zij de rente die ze betalen op die schulden eigenlijk kunnen afstrepen op het moment dat ze belasting moeten gaan betalen. Dus is het niet eens tijd om die belasting, die stimulering van die schulden aan te pakken in Nederland? Het probleem is natuurlijk, we hebben een grote schuldenberg in Europa. En dat is eigenlijk, dat is begonnen met de bankencrisis. Banken hadden geleverde balansen en veel te weinig buffers, veel te veel schuld. Ja. En het idee is eigenlijk, schuld wordt gestimuleerd door de overheid. Door u wordt dat gestimuleerd om schuld aan te gaan als bedrijf zijnde. Nou ja, omdat u het aftrekbaar maakt. Nou, dat geldt voor consumenten geldt dat bij hypotheken. De andere consumptieve leningen zijn niet meer aftrekbaar. Dat was vroeger wel zo. Dat is al veranderd. Maar voor banken geldt het ook. Nou, bij bedrijven is natuurlijk zijn rente betalen zijn natuurlijk gewoon kosten. Als je dat als kosten neemt, hè, dus je moet niet excessief zijn. Dat de staatssecretaris van Financiën die over belastingen gaat, zit ook in het Lenteakkoord. Die gaat nu die excessieve rente, we noemen dat het Bozalgat in fiscale termen. Ja. Dat is die excessieve rente, die wordt nu in het Lenteakkoord ook aangepakt. Dus bedrijven die zich volzuigen met schuld en daarmee een ander bedrijf overnemen en daarmee fiscaal verrekenbare verliezen creëren als het ware, die zijn we nu aan het aanpakken daarin. Maar als een bedrijf normaal investeert in machines of in gebouwen om te produceren, dan moet hij natuurlijk wel de rente daarop kunnen aftrekken, want dat is goed voor de economie. Maar dan is het goedkoper om het te lenen dan om het via eigen vermogen aan te kopen? In de verhouding. Banken zijn heel streng inmiddels. Die zijn natuurlijk voor 2008 waarschijnlijk te makkelijk geweest met het verlenen van kredieten. Maar nu zijn ze juist heel streng. Misschien, sommigen zeggen zelfs te streng. Maar goed, ze zijn in ieder geval nu strenger geworden. Maar ooit het subsidiëren van eigen vermogen in je bedrijf zit er voorlopig niet in. Het subsidiëren van eigen vermogen. Vennootschapsbelasting omlaag en verder die rente niet meer aftrekbaar maken. Nou ja, dan krijg je enorme verschuivingseffecten. We hebben daar wel eens naar gekeken, ook toen ik nog staatssecretaris van Financiën was. Of je dat zou kunnen doen, maar dan krijg je een enorme herverdeling. Plus dat het investeren, de gewone investeringen, maak je minder aantrekkelijk. En dat is ook niet goed voor de economie. Dus je wil eigenlijk dat excessieve deel van de rente aftrekt, dat wil je aanpakken. Nou, dat gaan we nu doen in het Lenteakkoord. Dus er komt nu een wijziging in de vennootschapsbelasting, wat die constructies om via meer leningen je belastingaftrek groter te maken, om die aan te pakken. Maar de SP is een paar dagen terug met haar partijprogramma gekomen voor de verkiezingen. En daarin pleitte zij inderdaad voor dat renteaftrek voor bedrijven beperkt gaat worden. Dus feitelijk was de SP, had zij heel blij met u moeten zijn met dat punt wat u geregeld heeft. Of gaat u niet zo ver als de SP? Nou, de SP zal waarschijnlijk ook wel voor deze maatregel zijn. Die levert 150 miljoen euro op. Maar ik ben bang dat de SP nog veel verder wil gaan. En voor het vestigingsklimaat en ook voor het toch nog steeds kunnen doen van investeringen is het wel belangrijk dat je niet de lasten blijft verzwaren bij bedrijven. Juist in tijden van lagere economische groei en het economische herstel wat vanaf 2013 weer moet inzetten, hebben die bedrijven heel erg hard nodig.
En daarmee ik zou zeker niet een aanbeveling willen doen voor het uitvoeren van SP-plannen. Maar de SP doet dat niet zo. Dat zal niet bevorderlijk zijn. Maar de SP doet dat niet zomaar natuurlijk, want er is gewoon een fundamenteel probleem. In Europa, er wordt te veel risico aangegaan door banken en bedrijven. En dat willen zij proberen in te dammen. En bij het CDA zien we alleen dat u pleit om een bankiers-eet. En voor de rest niks. Nee, dus dan heeft u niet goed gelezen. Een heel dik rapport. Maar ik zit hier niet namens de CDA, ik zit hier als minister van Financiën. Ik heb als heel pakket aan maatregelen, maar ook daarvoor. Daar is voor dit stuk is een rapport, 2 maanden geleden nog verschenen vanuit het CDA. Om allerlei zaken aan te pakken. Misstanden binnen de financiële sector en bij banken. Overigens, als minister van Financiën, moet u maar eens kijken. We zijn nu aan lijsten aan maatregelen aan het nemen. Dat is helaas wat ondergesneeuwd door die hele euro-schuldencrisis en ook het eigen begrotingstekort. Maar er is nog nooit zoveel in de financiële sector veranderd als de afgelopen 1,5 jaar. Er is enorm veel wet- en regelgeving. Ik heb hele grote wetgevingspakketten door beide kamers gehaald met het aanpak. En dan is de bankiersheet inderdaad meer een symbolische maatregel. Overigens kan ook wel belangrijk zijn om tussen de oren het besef te krijgen dat bankiers in het teken van de samenleving ook hun werk moeten doen. Maar we hebben heel veel ook wet en regelgeving en heel veel verplichtingen. Bijvoorbeeld, ik noem er een andere, het provisieverbod. Intermediairs hadden tot het provisieverbod, wat ik nu heb ingevoerd, hadden de prikkel om aan u of u zo'n duur mogelijk product te verkopen, want dan verdienen ze meer. Hebben dus geprobeerd wat provisies voor schulden eruit te halen op verschillende manieren in Nederland en Europa. Door die intermediair inderdaad te zeggen, dat mag niet, dat is verboden, je moet gewoon een uurtarief rekenen, is die niet meer geprikkeld om zoveel mogelijk schuld of zoveel mogelijk verzekering te verkopen, maar gewoon het passende product. En al die prikkels voor passende producten moeten de juiste kant op staan. En ik heb dus tientallen best wel grote hervormingen op dat terrein doorgevoerd. Ja. Maar dat zijn grote hervormen, maar kunt u die ook op Europees niveau gelijk hervormen? Of daar zijn we ook mee bezig. Dat kost natuurlijk wel wat meer tijd, want in Europa praat je met 27 EU-landen of 17 euro-landen. En een aantal van die maatregelen die we op nationaal niveau aan het doen zijn, hebben we inmiddels ook al bereikt dat in conceptverordeningen staan of conceptrichtlijnen in Europa. Maar daar kost het wel iets meer tijd. Oké, die schulden laten we rusten. Maar een andere is dat we, buiten dat we nu willen afstrepen, ook voor de rest van ons leven goed door willen. Daarbij gaven we inderdaad al aan, we kijken eventueel naar een bankunie. Heeft u gisteren gezien dat meneer Trichet in Nederland was? Ja. Zelfs op uw oude universiteit, daarbij kwam hij even in Nieuwsuur voorbij. En hij pleitte er eigenlijk voor 1 minister van Financiën, maar dan op Europees niveau. Hoe staat u daar tegenover? Ik denk niet dat dat de oplossing is. Kijk, er worden heel veel op dit moment institutionele voorstellen gedaan. Maar we leven op dit moment in een crisistijd waar de brand woedt. En dan moet je allereerst natuurlijk ook de brand goed blussen. En discussies die over iets heel anders gaan, die dreigen de focus van het blussen van die brand en ook de ontstaansgeschiedenis van deze crisis, namelijk te hoge schulden, te veel risico's genomen door landen en banken en in het vastgoed grote risico's. Al dat complex moet je aanpakken. Never waste aanpakken. A good crisis. We moeten hier natuurlijk beter uitkomen. Dus je moet ook, dat doen wij dus, ik heb al net aangegeven, een heleboel lange termijn zaken binnenhalen, zoals de noodzakelijke versterking van het stabiliteits- en groeipact. Maar één minister van Financiën is voor bijvoorbeeld die het geld ook beheert van het, wat hier naar deze universiteit gaat. Het is een universiteit die door het Rijk wordt bekostigd. Dat hoeft niet in Brussel te gebeuren. Ik vind het prima dat dat in Den Haag gebeurt. Ja. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. Wat we wel moeten doen is een begrotingssupercommissaris. En die hebben we dus wel bepleit. Als je dat als een minister van Europese minister van Financiën ziet, prima. Maar niet als een minister van Financiën die allemaal taken de herverdeling mag doen. Ja, u heeft precies. Geen zin in structuurdiscussies. Mark Rutte zei dat. Jawel, wij doen continu structuurdiscussies. We hebben het gehad over die begrotingscommissaris. We hebben het gehad over de sixpack met heel veel institutionele veranderingen. Versterking van de Europese Commissie. Omdat de Europese Commissie het onafhankelijke orgaan is. We hebben heel veel structuren ook verbeterd voor lange termijn. Een goede ontwikkeling natuurlijk, maar nu is Van Rompuy bezig met een groot masterplan. Hoe ziet u dat dan? Hoe denkt u dat dat vormgegeven wordt? Dat u er wel mee kunt instemmen, maar dat het nog niet te ver voor u gaat. Nou, dat moeten we afwachten, want Van Rompuy is op verzoek van de Europese regeringsleiders bezig met het opstellen van bouwstenen. Dat is een goede zaak, vind ik een goede zaak. Bouwstenen voor een nieuwe
bouwstenen om deze crisis ook voor de langere termijn te bestrijden. Dus wat kunnen we nou doen ook voor de langere termijn om zo'n crisis te voorkomen of te bestrijden? Wordt u daar direct bij betrokken, bij het opstellen van die bouwstenen? Ja, daar worden wij ook bij betrokken, maar Van Rompuy heeft een eigen, die heeft een hele eigen positie gekregen toen deze functie is gecreëerd. Met een eigen bureau, dus die doet dat eigenlijk heel erg zelf. En zijn natuurlijke gesprekspartner Van Rompuy zijn de regeringsleiders, niet de ministers van Financiën. Die spreekt hij ook wel, maar in principe spreekt hij met de regeringsleiders. Er zitten geen mensen van uw departement daar bij Van Rompuy op het bureau om samen aan die bouwstenen te werken? Nee, er zijn wel ambtelijke voorbereidingen, maar niet op dat bureau van Van Rompuy, dat doet hij zelf. Maar we moeten afwachten dus waar hij mee komt. Wanneer zal hij daarmee komen? Heeft u daar enig idee van? Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Dus we wachten tot hij daarmee klaar is en dan kan hij zich pas weer in die discussie mee. Ja, maar we kunnen in de tussentijd niet wachten. We moeten dus doorgaan met sowieso het bestrijden van deze crisis. En Spanje bijvoorbeeld, inderdaad, is een urgente kwestie. En dat los je niet op met lange termijn discussies. Ja. Die moeten ook plaatsvinden. Ja. Maar daarvoor hebben we andere maatregelen. Ja. Merkel heeft vanochtend ook aangegeven dat zij niet wil wachten. Ze zei de Europese caravaan wacht niet. En zij is eigenlijk voor een Europa van twee snelheden. Dus één Europa wat heel snel door gaat integreren. En de andere landen die er wat meer moeite mee hebben. Onder welke schaart u zich? Nou, wij worden altijd door de markten ook. En ook door de rest van Europa geschaard onder in het Noord-Europese blok. Door de landen met een zeer concurrerend. Maar willen we dan snel bewegen of blijven we op de rechte rijbaan? Wij zitten dus in die snellere landen. Maar binnen een Europese Unie, binnen een Europese economische en monetaire Unie, is het volgens mij niet mogelijk dat je structureel afwijkende paden hebt. Dus daar moeten we dan wel over gaan praten. Ik weet niet, als het over heel Europa gaat, dan heb je natuurlijk de eurozone en de niet-eurozone ook nog. Maar binnen één monetaire unie is het heel moeilijk. Dat hebben we gezien met Griekenland en Italië, Spanje. Dat is een van de fundamentele veroorzakers van deze crisis. Dat in plaats van convergentie, dus economische groei naar elkaar toe groeien, is er divergentie ontstaan. En in Zuid-Europa niet alleen kon hij mee blijven komen, maar is zelfs een beetje achtergebleven. En dat gaat schuren in een economische en monetaire unie. Nee, nog even terug naar die snelweg wil ik graag met u. En Nederland dwaalt dan een beetje in tussen de linker en de rechter rijbaan. Maar mevrouw Merkel rijdt in haar Mercedes-Benz daar helemaal voorop. Die leidt eigenlijk de nieuwe Europese onderhandelingen. Als Nederland straks niet instemt met dat ESM en de nieuwe hervormingen daarvan, schijnt het dat Nederland zelfs achtergesteld kan worden, dat er zonder Nederland allemaal besloten kan worden over nieuwe maatregelen die daar getroffen worden. Hebben wij als Nederland straks nog wel een stem binnen Europa? Zeker, absoluut. En we moeten natuurlijk ook zorgen als Nederland dat we daarbij zitten, in die kopgroep. En dat hebben we ook altijd gezeten. Door bijvoorbeeld vorig jaar dat initiatief te nemen met die kabinetsbrief en die drie pijlers van grote hervorming die ik heb aangegeven, die we ook grotendeels hebben binnengehaald, voor een heel groot gedeelte. Wij hebben daar, niet Duitsland, maar wij hebben daar het initiatief in genomen. En Duitsland meegekregen en een paar Finland meegekregen en daarmee uiteindelijk de rest van Europa overtuigd. Want je kunt het niet alleen, je hebt dan Duitsland nodig natuurlijk. Maar als mevrouw Merkel nu wat nieuws voorzet, kunnen wij dan achterblijven? Nou, ik denk dat wij dicht bij Duitsland altijd zullen blijven, maar ook wij zullen vaak daar het initiatief nemen en in de kopgroep zitten. Ja. En Duitsland heeft ook Nederland daarin nodig. Dat geven ze ook heel duidelijk aan. Duitsland kan niet in zijn eentje een eisende partij zijn. Ze willen graag ook met gelijkgezinde landen optrekken daar in die discussie. Ja. U heeft zich altijd heel hard opgesteld eigenlijk binnen Europa. En hard gemaakt voor de Nederlandse belangen. Daar hebben we ook gezegd dat geld wat naar Griekenland gaat, daar krijgen we iedere cent van terug. Dat is best een harde opstelling, waardoor u best wel een risico loopt. Ja, als ik dat zou hebben gezegd wel, dan heeft de Europese commissaris Olli Rehn wel gezegd, iedere cent terug. Ik heb gezegd, er zijn altijd risico's. Okay, we gaan ervan uit dat het geld terugkomt, maar ik heb ook gezegd, er zijn altijd risico's dat er een gedeelte of geheel het niet terugkomt. Maar het risico van niks doen is vele malen groter. Dus ook zelfs in het besef dat er risico's zijn. Overigens moet je er echt van uitgaan, als landen naar andere landen, dat zien we ook in het verleden, geld lenen, dat het terugkomt. Maar er zijn risico's. Ja. En omdat die risico's er zijn, moet je kijken, wat is nou de balans? Ja. Maar het niet lenen zou ons veel meer geld hebben gekost. Om even gelijk te geven, de Lehman Brothers crisis van 2008, waar ik de vorige keer over sprak. Dat was het omvallen van één bank in de Verenigde Staten. Ver weg. Systeembank.
Nee, het was een merchantbank. Geen echte Amerikaanse begrippen. Daarom maar het hebben zorgde ze wel voor dat daarna alles... Ja, precies. Maar Amerikanen dachten, het is een merchantbank, die kunnen we wel laten vallen. Anders hadden ze hem gered. Het omvallen van die bank, die heeft erin toegeleid, via financiële en de daarop volgende economische crisis, dat de Nederlandse schatkist tot op de dag van vandaag enkele tientallen miljarden euro's per jaar mist. Dat is kwijt. Dat zijn geen leningen, zoals aan Griekenland. Dat geld zijn we kwijt. En dat is niet eenmalig, zoals leningen, maar dat is structureel. Ja, helaas. Dus dat moet je echt voorkomen. Dat zijn de grote risico's waar we over praten. Ik ben blij dat u opkomt voor onze belangen. Maar nu komen de verkiezingen aan en er kan natuurlijk altijd weer een nieuw kabinet gevormd worden. Vraag, begreep ik, of u daar wel of niet in zit. Maar stel voor, u zit daar niet in. U heeft die contacten binnen Europa. U heeft die contacten bij Brussel. Uw expertise vanuit die bedrijfseconomie. Jan Homme komt hij later dit jaar langs, maar die gaat ook binnenkort daar weg. Is die positie bij ING toevallig iets voor u? Ik ben minister van Financiën nu. Dat is ook echt waar ik me op wil richten. Ik kan me ook nergens anders op richten. Dat was ook een van de redenen dat ik me niet beschikbaar heb gesteld voor politiek leiderschap bijvoorbeeld bij het CDA of om mee te doen aan die lijsttrekkersverkiezing. Dat kan ik er nu niet naast hebben. Ik moet dit nu doen. Na de verkiezingen zal er een formatie aankomen. En dan bent u weer beschikbaar als minister? Nou, dan zullen we zien ten eerste welke partijen, want dat hangt af van de verkiezingsuitslag. Ja. Als het CDA, want dat is de partij waar ik voor uitkom, zou je kunnen zeggen als bewindspersoon, een hele goede, goed resultaat heeft neergezet, is er een kans dat ik weer terug word gevraagd als minister van Financiën. We moeten u hebben, want u bent de enige financiële man die daar nog een beetje... Dan zal ik er ook heel serieus over nadenken. Echt heel serieus over nadenken. Maar ja, er zijn wel verkiezingen en daar moeten we eerst afwachten. Maar stel, het CDA gaat niet de regering, blijft in de Kamer zitten. Er is eigenlijk veel te weinig economische kennis in de Kamer. Volgens mij van alle financiële woordvoerders heeft alleen de D66-woordvoerder een echt economische achtergrond. Waarom vult u dat gat niet op in de Tweede Kamer? Ik heb even in de Kamer gezeten bij de vorige verkiezingen toen ik staatssecretaris van Financiën was geweest en toen minister van Financiën even kort in het demissionaire kabinet Balkenende 4. Toen heb ik me gekandideerd voor de Tweede Kamerlijst. Ik heb een paar maanden ook in de Kamer toen samen met het ministerschap heb ik een beetje kunnen ruiken aan dat Kamerwerk. En het is niet het werk waar mijn talenten het meest tot hun uiting komen. Nou, wij hebben u in ieder geval nodig in Nederland. Dus we hopen dat u in ieder geval niet het land uitvliegt. Daarbij willen we het eigenlijk laten voor vandaag. Wij willen u, maar ik denk ook de studenten hier, graag bedanken voor uw aanwezigheid. Hopen dat u het allemaal redt in Europa. Volgens mij moet de minister door. We hebben een korte vraag. Heeft u tijd voor een korte vraag? Ja. We doen een korte vraag. Zowel het stabiliteitspact materieel de nationale soevereiniteit impact, als die institutionele voorstellen in de toekomst ook institutioneel de soevereiniteit gaan inperken. Hoe gaat u dit dan aan de kiezers voorleggen? Op welke manier gaat u de kiezers hier instemming om vragen? Een referendum? De soevereiniteit, ik vind het overigens een semantische discussie altijd. Want het is natuurlijk heel belangrijk. Maar de soevereiniteit hebben wij toen wij destijds, en dat was lang voordat ik de politiek ben ingestapt, in de jaren 90, Nederland is toegetreden tot de Economische en Monetaire Unie, heb je een stuk van je soevereiniteit opgegeven. Overigens, centrale bankiers uit die tijd zeggen tegen mij van, nou ja, toen werden ook alle beslissingen al in Frankfurt genomen, monetaire beslissingen. Alleen nu hebben we iemand aan tafel zitten in Frankfurt en toen niet, want toen zat alleen de Bundesbank aan tafel en meer niet. Maar wat wij waren gewoon volgend. Hè. We kunnen wel net doen van we hadden toen een gulden en we waren helemaal soeverein. Maar we deden alles. We hebben het één keer niet gedaan, begin jaren 80 geloof ik. En dat heeft ons, of in de jaren 70 zelfs was het, dat heeft ons zoveel gekost dat we daarna altijd blindelings Frankfurt hebben gevolgd, zonder dat je mee kon praten. Maar die soevereiniteit heb je toen voor een deel, althans formeel, voor een deel natuurlijk over opgegeven door in een samen een monetaire unie te stappen. De gevolgen daarvan hebben we toen ook al met elkaar afgesproken. Namelijk dat je begrotingsbeleid en bijvoorbeeld je tekort en je schuldpercentages, dat je die moet harmoniseren. Dat je die niet, de ene land veel te veel en de andere land mag heel degelijk en het andere land niet. Het probleem zat er niet zozeer in dat die soevereiniteit niet goed was overgedragen, want die regels hadden we wel overgedragen. Maar we hebben ze niet gehandhaafd in 15 jaar tijd. 15 jaar lang
zijn die regels van toen niet gehandhaafd. Dat hebben we nu inderdaad afgesproken met een heel streng kader. Ja, mocht het ooit zover komen, krijgen we een referendum? Is het nou in Nederland? Ik ben niet voor. Ik ben sowieso niet voor een referendum. Ik vind dat we leven in een representatieve democratie. En het kabinet is ook niet voorstander van een referendum. Wij zijn voorstander van een representatieve democratie. Waarin in een parlement alle voor's en tegen's in het debat kunnen uit worden gewisseld. Wat heel moeilijk is in een referendum. En uiteindelijk die beslissing te nemen. Maar het is toen ook die beslissing genomen. Toen was er ook debat. Maar dat was eigenlijk de grote beslissing. Wat we nu aan het doen zijn, is het zorgen dat die regels ook worden gehandhaafd. En ik noem dat geen eens overdragen van soevereiniteit. Maar nogmaals, ik ben voorstander van de representatieve democratie. Maar dan moet die keuze eigenlijk wel over de verkiezingen heen worden getild. En is het aan het parlement zelf om de kiezer in die zin zijn stem te geven? Dat kan de Nederlandse rechter niet doen, maar dat is aan het parlement om het recht van de kiezer te handhaven. Nou ja, dat is dan de vraag. Maar nogmaals, onze soevereiniteit wordt via het ESM niet overgedragen. Het ESM is een democratisch verdrag met heel veel waarborgen. Ik weet dat er allerlei paniekfilmpjes op internet en Occupy-beweging daar heel veel meningen over heeft. Feiten en fictie is er echt door elkaar heen geraakt. In het debat hebben we geprobeerd dat recht te zetten. Ik weet dat ik u niet zo snel daar in één keer van kon overtuigen. Maar u bindt op er komt geen referendum, maar we geven het in ieder geval niet zomaar weg. Nee, maar u bindt op de hiermee op volgende regeringen aan deze afspraken, dit kader voor economisch en financieel beleid. Nee, dat was toen wij toe zijn getreden tot de Monetaire Unie. En wie A zegt, moet B zeggen. Ik ben daarmee geconfronteerd. Het was overigens, werd hier net aan het CDA gerefereerd. Het was het CDA die heeft tegenproberen te houden dat Griekenland tot die Monetaire Unie kon toetreden. Een motie zelfs indienen in 2000 op dat moment dat er speelde. Het was Geert Wilders, zeg ik hier toch maar even in alle eerlijkheid bij, die tegen die motie heeft gestemd en voor de toetreding van Griekenland bij de Monetaire Unie. Dan kun je nu al zeggen van het gaat allemaal niet goed. Ja, het gaat inderdaad allemaal niet goed. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar wij proberen nu het beste ervan te maken met de beslissingen die in het verleden zijn genomen. En dan moet je, vind ik, ook echt gewoon zeggen, de brandweerman moet je niet voor de voeten lopen. Je moet die ook genoeg bluswater hebben. Dat noodfonds heeft genoeg bluswater. Dat is een democratische beslissing geweest van het parlement van meer dan 100 zetels die daarmee heeft ingestemd. Ja, we zullen na de verkiezing gaan zien inderdaad of er genoeg mandaat is voor maar het dat is dus van maar we moeten nu echt stoppen, de minister moet door. Ja. Heel erg bedankt voor uw tijd en we gaan het zien de komende paar weken. Ja, een warm applaus graag. Volgende week hebben wij onze laatste sessie. Dan zal Hero Brinkman te gast zijn en we gaan hem uiteraard ook over het noodfonds vragen en alles wat gaat komen de komende economische zomer. Bedankt.